Eindhoven maakt zich klaar voor het WK ijshockey. Niet voor de absolute top, maar voor B-landen, waar ook Oranje onder valt. In Eindhoven blijft ijshockey jammer genoeg een beetje een ondergeschoven kind. Als Nederlands IJshockeybond hebben we hier een fantastische huisvesting in dit ijsportcentrum. We hebben ook gemeend dat we nu het WK in Eindhoven moeten organiseren. En wij hopen dat het een dusdanige boost geeft aan het ijshockeysport. Dat de mensen die nu komen kijken, ook straks komen kijken, ze campen aan de spelen. In het ijsportcentrum waren 125 vrijwilligers vandaag al druk in de weer met de voorbereidingen. Het WK voor B-landen moet het ijshockey in de stad naar een hoger plan tillen. Met meer jongeren die gaan ijshockeyen en meer toeschouwers bij de Eindhoven Camphanen. We hebben nu een hele mooie lichting met het Nederlands team. En ik hoop dat ook het Nederlands team tot en met de laatste dag mee blijft doen om de eerste plaats. En als dat zou gebeuren, dan ben ik ervan overtuigd dat ook hier in Eindhoven dit een boost moet geven richting Camphanen. Maandag start het WK. Oranje bijt dan het spits af tegen Litouwen. Er worden duizenden toeschouwers verwacht.